Rogier, wat kan jij mij vertellen over overmatig zweten? Het probleem lijkt me duidelijk. Ja. En je zweet te veel dan? Zweet te veel. Nou, weet je, overmatig zweten is in heel veel gevallen gewoon normaal zweten. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in bij heel veel van mijn patiënten. Maar sommigen vinden het gewoon storend. Dan hebben ze iets van, goh, ik vind het... Ja, dan zie je die vlekken en zo. Vlekken als een jurkje dragen, et cetera. Nou, en ze vinden het gewoon ook soms gewoon heel handig om gewoon normaal gewoon dat dus niet te hebben. Ja. Overmatig zweten is echt dat je echt enorm druipt dat het echt van het zweet. Wat kan je daaraan doen? Nou, je kan het met botox heel goed behandelen. En dan maken we een klein rastertje en dan doen we al die prikjes. En dat kan bij de oksel, dat kan ook bij de handen. Handen is soms wel pijnlijk. Oké. En dan ben je er weer voor een hele lange tijd. Maar wat doet de botox dan? Hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, de botox zorgt ervoor dat een bepaalde overdracht van een bepaalde zenuw niet kan werken. En dat is op spieren, maar dat werkt ook op zweetklieren. Okay. Daarom werkt het. Ja, oké, duidelijk. En wat kan iemand verwachten? Nou, stopt hij met zweten? Of... Ja, zeker. Het wordt echt een stuk, heel stuk minder. Dus, okay. Doet het ook iets aan de geur of is het echt alleen het... Nou ja, in principe als er geen... Je weet, zweet is niet echt vies ruikend. Dat is meestal de bacteriën die ervoor zorgen dat je iets ruikt. Maar goed, als dat minder zweet, hebben die bacteriën ook minder kans. Dus je gaat ook minder ruiken. Oké, duidelijk. Ja? Ja, het is heel erg duidelijk. Wil je nog iets toevoegen? Helemaal niks. Het is dus botox eigenlijk. Botox, ja. Oké, dan komt hier weer de samenvatting. Dus heb je last van overmatig zweten of gewoon van zweten en vind je het irritant als je bijvoorbeeld een leuk jurkje aan hebt, dat je die vlekken ziet, dan kan je botox gebruiken om dat dus te verhelpen, zodat je minder tot bijna niet meer zweet. Sorry. Klopt, hè? Ja, helemaal goed. Handig, ja.